Zo, dat ligt er heel anders bij dan de vorige keer. Er staan nu gewoon plassen water in. Zoals je ziet heb ik een stukje proberen te lopen. Maar dat zuigt zich het helemaal vast. We kunnen hier de wortels zien. Even scherp stellen. Zo, die inmiddels echt al herkenbaar loof. Dat is heel tof. En hier de bieten. Sommige eigenlijk iets te dicht op elkaar, andere weer te ver. Kijk, dat gaat heel erg goed. Dan hebben we hier nog steeds. Daar hebben we eigenlijk niks groeit. Het lijkt heel ver. Maar als je het vanaf de andere kant ziet, is het ongeveer de helft die we niet hebben. En hier hebben we de tjochia en de rode biet. Je kan zien dat deze heeft eigenlijk veel gelere steeltjes. Dat zal tjochia zijn. En die lijken hier toch iets minder enthousiast dan hier. Het zou kunnen dat je ziet dat de aardappels er heel veel schaduw op werpen. Dat ze daar misschien last van hebben. Dan ga ik voor de middelste rij, nu het zo vochtig is. En soms kan het ook te vochtig zijn. Dus we kunnen eigenlijk niet met het wietpad rijden. Ja, omdat het zuigt zich gewoon helemaal vast. Dus wat ik eigenlijk wil doen. Even een draai maken. Is iets wat iedereen zegt dat het niet kan. Maar ja, we zijn kleinschalig, dus we kunnen gewoon een experiment doen. Kijk, hier aan het begin, om een of andere reden, is kennelijk heel veel zaad gemorst. Wat wel hoog staat. Dus ik denk dat het ongeveer een halve dag te kosten. Maar dan wil ik toch kijken of we niet gewoon een deel van wat hier gemorst is uit kunnen zetten. Doe ik even wat grote laarzen aan. Nou, het is nu lekker vochtig, dus als er een overlevingskans is, dan is het nu. Dus gaan we het gewoon proberen. Ja, dan kun je ook gelijk zien hoe lastig dat dus wordt. Want zo'n klein plantje heeft dus al zo'n lange wortel. Je moet eigenlijk die hele wortel netjes ingraven. Misschien verbeeld ik het me, maar het lijkt alsof die hier ook al een kleine verdikking krijgt. Ah, dat is vast verbeelding.